Zo, we gaan direct verder gaan. Na Filip zijn leuke lezing heb ik de eer. Dus ik ben Witsen, hè, de voorzitter van SCEP. Wits is mijn voornaam. Ik heb het ook niet zelf bedacht. Heb ik de eer jullie op de hoogte te brengen van de winnaar van de andere prijs vanavond, de zesde vijs, de positieve prijs, om het zo te zeggen. Verstokte millennial die ik ben, zal ik dat van mijn telefoon voorlezen. Zo. Ouders hebben weinig keuze. Ze moeten hun kostbaarste goed toevertrouwen aan anderen rondom zich, zoals de medewerkers van kinderopvang op de school. Meestal gaat dat ook goed, wat het vertrouwen in dat soort organisaties terecht heel hoog maakt. Die situatie geeft organisaties zoals kinderopvang, scholen een zekere autoriteit, hè? Bijvoorbeeld wanneer ze feedback geven over de ontwikkeling van een kind. Ook daar, meestal gaat dat heel goed. Heel wat actoren leveren dagelijks prachtig werk. Maar soms gaat het ook mis. En wanneer dat gebeurt met kinderen met een ontwikkelings- en leerstoornis, is dat extra pijnlijk. In 2023 kaartte onze winnaar van de zesde vijs zo'n pijnlijk geval aan met een open brief. Die omschrijft het probleem zeer nauwkeurig en zeer duidelijk. Daarom citeren we die brief hier volledig. Met dit schrijven willen wij uw aandacht vestigen op een wildgroei aan behandelingen aangeboden aan kinderen met een ontwikkelings- en leerstoornis waarvoor geen bewijs van werkzaamheid bestaat. Een van deze ontwikkelingsstoornissen, Developmental Coordination Disorder, DCD, geeft problemen in de motorische coördinatie. Gezien DCD vaak samen voorkomt met andere ontwikkelings- en leerstoornissen, zoals autisme, spectrumstoornis, ADHD, dyslexie, dyscalculie, werd vroeger gesuggereerd dat de motorische problemen aan de grondslag konden liggen van de verschillende stoornissen. Bij verschillende behandelmethoden, zoals BodyMap, BrainGym, reflexintegratietherapie, INPP en kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendricks, worden motorische oefeningen gebruikt in de veronderstelling dat deze kunnen helpen om de hersenen te herprogrammeren. Deze behandelmethoden beweren ook te helpen bij de behandeling van lateralisatieproblemen. Lateralisatie, dat verwijst naar het feit dat in de ontwikkeling van de handvoorkeur, of je links- of rechtshandig bent, er problemen ontstaan. Links-rechts ligging bij het lezen, schrijven en of rekenen. Dus dat noemt lateralisatie en dat kan problemen veroorzaken. Meer dan ooit merken we dat lateralisatieproblemen een reden zijn voor doorverwijzing naar de kinesitherapeut. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze problemen verbeterd kunnen worden met de eerder genoemde behandelmethode. Deze methoden zijn veelal gebaseerd op verouderde en achterhaalde neurologische inzichten. Ze verstrekken misleidende informatie over oorzaken van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze wekken de indruk dat kinderen genezen kunnen worden, wat tot grote teleurstelling leidt wanneer dat natuurlijk niet lukt. Daarom zien wij, als professionals op dit gebied, geen enkele reden om deze methode te blijven gebruiken, promoten of onderwijzen. We merken echter dat verschillende hulpverleners en scholen deze methode actief promoten, onder andere via websites en sociale media. Sommige van deze methodes worden zelfs geaccrediteerd, dat wil zeggen, dat heeft met goedkeuring en terugbetaling en zo te maken, onder andere binnen de kwaliteitszorg van de kinesitherapie. Pseudowetenschappelijke lezingen en trainingen worden aangeboden aan scholen, ouders, kinderdagverblijven en therapeuten. Verschillende scholen en ondersteuningsnetwerken besteden dan ook veel middelen aan training in deze methode. Bij gevolg stellen ze leerkrachten zonder enige paramedische opleiding, vragen ze die om uitgebreide rapporten op te stellen en bevelen ze bepaalde oefeningen aan die cruciaal zouden zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind. Dat kan leiden tot onnodige ongerustheid bij ouders en in sommige gevallen tot een gebrek aan of een laatijdige doorverwijzing met allerlei laatijdige of gemiste diagnoses tot gevolg. Nochtans zijn er internationaal aanvaarde richtlijnen, bijvoorbeeld van Blank en collega's in 2019, die aangeven dat deze behandelmethoden vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs niet aanbevolen kunnen worden. Hoewel verre van volledig, kunnen voor sommige ontwikkelingsstoornissen andere informatiebronnen geraadpleegd worden om evidence-based informatie en richtlijnen te verkrijgen.
bijvoorbeeld de praktijklijnen van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en vaak KCE afgekort. Of het Nederlandse richtlijnendatabase.nl. Door middel van klinisch onderzoek zijn we allemaal toegewijd om voortdurend bij te dragen aan de verbetering van deze richtlijnen. Scholen, ouders, zorgverleners, waaronder pediaters, kinderneurologen, kinderpsychiaters en Centra voor Leerlingenbegeleiding, de CLB's, moeten zich ervan bewust zijn dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat deze methodes effectief zijn om kinderen met ontwikkelings- en leerstoornissen te helpen en dat deze kinderen dus behandeling en ondersteuning missen die wel bewezen effectief zijn. Er zijn duidelijke overheidsrichtlijnen nodig voor professionele zorgverleners en onderwijsinstellingen, zodat deze methodes niet langer worden aangeboden als oplossing voor ontwikkelings- en leerstoornissen. Naar onze mening dient de overheid ervoor te zorgen dat de schaarse middelen voor onderwijsondersteuners, ergo- en kinesitherapeuten, efficiënt worden gebruikt en niet worden besteed aan pseudowetenschappelijke methoden. We betreuren het dat de overheid dergelijke zorg en ondersteuning financiert. We hopen dat u onze aanbevelingen ter harte neemt en zijn bereid om hierover met u in overleg te gaan. Einde van het citaat van de brief. Dus u hoort, beste toehoorders, had dat even door Skep geschreven kunnen zijn, zoiets eigenlijk. Dus daar waren wij natuurlijk zeer tevreden mee. Even verder gaan, ander deel van de tekst. De winnaar van de zesde vijs legt in een toegankelijke taal uit wat het vermeende werkingsmechanisme is van de pseudowetenschappelijke behandeling en geeft aan wie welke verantwoordelijkheid draagt om vervolgens bovendien ook nog eens oplossingen aan te bieden. Dat deed ze trouwens al eerder, in 2019, maar zoals wel vaker bleek een publieke herinnering helaas nodig. Laat het duidelijk zijn dat het hier niet om kleine vissen gaat. Het vermelde bodymap werd aangeboden in niet minder dan 200 scholen en dagverblijven. En dat via een zeer dubieuze ingebouwde structuur die de standaard als volgt omschreef. Citaat uit de standaard. Nog een verwijt aan bodymap. Het is een gesloten systeem. De leerkracht die de bodymap-scholing heeft doorlopen, merkt een probleem op aan de hand van door bodymap ontwikkelde observatietools en verwijst de ouders dan door naar een kinesist, ergotherapeut of logopedist die een opleiding bij bodymap heeft gekregen. Genoten, dacht ik te zeggen, maar dat gekregen is beter. Die dan weer de technieken van bodymap toepast om het probleem op te lossen. Einde citaat. Bovendien trapte ook de publieke omroep in de val. Een Ketnet-programma promootte de methode in kwestie, dus de bodymap-methode, zonder één kritische noot. De VRT zegt kwaliteitscontrole toe te passen alvorens een aanbod voor kinderen te suggereren, maar helaas droeg Ketnet in deze dus bij aan de promotie en verspreiding van pseudowetenschappelijke praktijken. Zo wordt het natuurlijk steeds moeilijker voor ouders om kritisch te kunnen omgaan met wat hen wordt verteld. Een moeder schetste het als volgt, opnieuw in de standaard, citaat. Dat voelde echt niet goed aan, vertelt Vanessa Braankmans, die ongeveer 10 jaar geleden met haar kleuter naar een bodymap-kinesist werd gestuurd. De juf had er mij al herhaaldelijk over aangesproken. Mijn zoon had een probleem met de fijne motoriek, zei ze. Hij moest volgens haar naar een bodymap-specialist. Het zou wel eens een probleem kunnen worden als hij moest leren schrijven, zei ze. Einde citaat. Dus een merkwaardig verhaal toch. Ondanks het grote aantal betrokken partijen werd deze open wonde niet aangepakt door kritische journalisten of beleidsmakers. Gelukkig was er onze laureaat, een professor op emeritaat, die haar nek uitstak. En dat met de steun van een 70-tal collega's en met, toch uitzonderlijk in deze situaties, quasi onmiddellijk resultaat. Verschillende interviews volgden en voor de bodymap-interventie kwam vervolgens aan het licht dat claims op hun website ondersteund werden door fictieve referenties gegenereerd door artificiële intelligentie. Niettemin lukte het onder andere onze scholen, leerkrachten, beroepsvereniging voor kinesisten, openbare omroep en overheden niet om de pseudowetenschap en zelfs het bedrog, want dat is nog iets anders, op eigen houtje te ontdekken. In een wereld waarin dat niet lukt, is het des te belangrijker dat academici hun stem laten horen wanneer er in hun domein wantoestanden optreden. Hilde van Waalvelde deed dat en we eren haar daarvoor met de zesde vijs 2023. Ze startte als kinesitherapeut in het buitengewoon lager onderwijs, promoveerde vervolgens aan de KU Leuven tot dokter in de motorische revalidatie en kinesitherapie en werd daarna professor aan de Universiteit Gent, waar ze les gaf in de pediatrische kinesitherapie
en onderzoek verrichten naar diverse ontwikkelingsstoornissen. Skep is haar uiterst dankbaar voor haar glasheldere, kordate, openbare stellingname tegen publiek gefinancierde pseudowetenschap gericht op heel kwetsbare medeburgers. Proficiat. Zo, dank u wel. Proficiat, dat is voor u. Zullen we een fotootje nemen misschien? Hè? Heel hartelijk dank voor deze mooie woorden en voor deze prijs. Ik voel mij heel vereerd, zeker als ik in de rij kijk van de mensen die deze prijs al gekregen hebben, dan is het echt wel een eer. Bij het voorbereiden van dit dankwoord wist ik eigenlijk niet goed wat u ging vertellen, dus ik ben gelukkig niet te veel in dezelfde materie gedoken om hier eventjes iets te vertellen. Ik ben ook niet ingegaan op de vraag waarom mensen geloven in pseudowetenschappen. Want ik denk, ik heb hier gehoord, 200 dagen over homeopathie of 200 vragen. Ik ben het eventjes kwijt, maar in ieder geval... 200 jaar, sorry. De emoties, hè. 200 jaar homeopathie. Wel, ik ben geen specialist in pseudowetenschappen. Ik ben een specialist in behandeling van kinderen. Dus ik dacht, ik ga het daar niet over hebben. Hoe komt dat nu dat mensen altijd in die val trappen? En we hebben allemaal vrienden die homeopathie geloven en die we er niet kunnen van overtuigen. Waar we, als we te vriend willen blijven, moeten we zwijgen over homeopathie. Dat is de enige oplossing. Dus ik dacht, daar ga ik het niet over hebben, want dat is niet mijn domein. Maar ik wil misbruik of gebruik maken van het momentum hier om toch nog eens een pleidooi te houden voor de kwetsbaarheid van ouders en kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Als je een kind krijgt, dan wil elke ouder het allerbeste voor zijn kind. En als je dan te horen krijgt dat je kind Down-syndroom heeft of een ernstige spierziekte of cerebral palsy, dan is dat waarschijnlijk, en we kunnen ons dat niet goed inbeelden, maar dat is waarschijnlijk een slag van de hamer die je krijgt. Een rouwproces gaat starten. Je gaat veel mensen hebben die met je meeleven. En je gaat stilletjes aan wel een zicht krijgen of enig idee van de prognose. Maar je krijgt ook heel veel ondersteuning. Ik denk dat dat vreselijk moet zijn. En we gaan daar allemaal heel sterk mee meeleven. Maar ouders van kind met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, en dan hebben we het over autismespectrumstoornissen, ADHD, leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en dan DCD, de dyspraxie van vroeger, de motorische ontwikkelingsstoornissen, die ouders krijgen geen diagnose bij de geboorte van hun kind. Heel langzaam gaan ze eigenlijk ongerust worden, gaan ze tekenen zien en gaan ze eigenlijk in een proces gaan waarin ze heel veel twijfels krijgen, signalen van sommige mensen van overdreven. Denken ze misschien, ze is die leerkracht, die ziet problemen waar er geen zijn. Anderzijds zeggen grootouders misschien, jij ziet de problemen die er niet zijn. Je moet niet ongerust zijn, dat is al. Dus ze krijgen heel veel tegenstrijdige informatie. En heel vaak krijgen ze ook boodschappen als, dat kind is niet goed opgevoed. Bij een kind met ADHD of autisme. Dat kind is lomp bij een kind met DCD. Dat is een onhandig kind. Dat kind is lui. Die doet zijn best niet. Allemaal heel negatieve signalen die die ouders krijgen en die ook bij die kinderen al gaan doorsijpelen. En het is ongelooflijk op hoe jonge leeftijd het zelfbeeld al van een kleuter gevormd wordt. Een kleuter van 3 jaar ziet al dat zijn tekeningen niet zo mooi zijn als die van de andere kinderen. Dus dat is eigenlijk op heel jonge leeftijd gaat dat zelfbeeld heel sterk naar beneden. En we zien dat de levenskwaliteit van kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
lager is dan kinderen met een hersenverlamming. Dus die een spastische diplegie of een zelfs in een rolstoel zitten, die levenskwaliteit is beter. Dat is eigenlijk heel straf, hè, want het is een ernstige motorische beperking versus eigenlijk een milde motor. En toch is die milde motorische beperking heeft een zwaardere impact op het levens, op de levenskwaliteit. En we zien bij deze groep van kinderen, niet alleen motorisch, maar dus het heel spectrum van ontwikkelingsstoornissen, zien we heel veel secundaire problemen. We zien verslavingsproblematiek, we zien kinderen die moeite hebben om te studeren, om een job te vinden, om een plaats in hun leven te vinden. We zien dan bij de DCD's obesitas. We zien echt heel veel problemen die onnodig zijn, die allemaal kunnen verholpen worden. Als we op tijd en stond, op de juiste moment, de juiste diagnostiek en zeker de juiste ondersteuning geven. Maar daar ontbreekt het juist aan. En het zijn zo kwetsbare ouders waar ik mijn nek voor heb willen uitsteken. Ook zo kwetsbare kinderen. Want net omdat ze zo kwetsbaar zijn, hebben al die pseudowetenschappelijke methodes zo'n grote impact. En dan, waar zit die pseudowetenschap altijd opnieuw? De motoriek komt eerst in de ontwikkeling. Dan gaan de functies van gedrag leren, dyslexie, dyscalculie, dat komt later. Dus wat gaat men zeggen? Heel veel van die stoornissen... Ja, sorry, ik had eerst moeten vertellen dat heel veel van die stoornissen samen voorkomen. Je hebt heel veel kinderen met autisme en een motorische stoornis. ADHD en een motorische stoornis. Je hebt kinderen met autisme, tekenen van ADHD, tekenen van dyslexie en tekenen van DCD. Dus dat komt allemaal. Dat zijn atypische breinen. Dat zijn neurodiverse breinen, zeggen we momenteel liever. En ja, daar kan dan van alles een klein beetje schelen. Het loopt allemaal wat door elkaar. Wat denkt men? Die motorische stoornis, die zien we het eerst. Want het kind gaat eerst motorisch ontwikkelen. Ah, kijk eens, dat komt eerst. Dus is dat misschien de oorzaak van die ADHD? Is dat misschien die oorzaak van het autisme? De grote denkfout van correlatie te gaan omzetten naar oorzakelijke verbanden. Dat is wat in heel veel... Ik ben ziek, ik neem homeopathie, ik genees, dus homeopathie heeft gewerkt. Dat is heel vaak de redenering die ook hier fout wordt gemaakt. Ik heb die ook gemaakt toen ik pas afstudeerde. Wij wisten niet beter. Want de psychomotoriek, het psyche, gaat voor aan... Nee, de motoriek gaat voor aan het psyche. Dus het motorische, je moet eerst het doen en dan pas kan je leren denken. Zo werd ik ook opgevoed door onze collega, professor Hendricks, die nog altijd nu podcasts geeft vanuit de KU Leuven. De man is in de 80, maar blijft doordoen. En er blijven nieuwe therapeuten die opleidingen volgen. Dus men blijft dat geloven. En dat is net het probleem. Nu zien wij in de neurologie is er zoveel nieuwe informatie, waardoor we heel zeker weten dat dat niet werkt, dat we die breinen niet kunnen herprogrammeren. Dat is niet geneesbaar. Maar we kunnen die kinderen wel heel goed helpen. Wij kunnen hen ondersteunen. Wij kunnen die ouders ondersteunen. En met die kleine stoornissen moeten zij perfect door het leven kunnen gaan, mits de juiste ondersteuning, mits dat zelfbeeld niet al kapot te maken van in de derde kleuterklas. Dus er is zoveel mogelijk. En daarom zijn wij, en samen met mijn collega's die er zijn, Lieven en Barbara, die in het werkveld staan en die mij daar juist weer nog schrijnende verhalen verteld hebben waar wij boos van worden, van kinderdagverblijven, waar nog altijd nieuwe bodymap-mensen nu, vandaag, nog geen jaar na die open brief, na dat opvoeden, kind en gezin van vroeger, heeft rondgestuurd nadat het kabinet van minister Weitz heeft dan toch voor één keer iets goed gedaan. Ze hebben geluisterd naar ons en ze hebben iets doorgestuurd naar de scholen, maar dat schijnt echt niet door te dringen. Dus wij worden daar intristig van en ik hoop dat met deze prijs dat toch wel misschien nog een klein beetje toch gaat helpen. Maar heel erg bedankt voor deze prijs en ik draag hem op aan alle kinesisten die wel goed hun werk doen en die deze kinderen op een fantastische manier wel goed kunnen ondersteunen. En alle ergo's en alle andere disciplines er ook bij. Dank u wel.
U mag nog heel even terugkomen, want er zijn mensen speciaal vanuit de verre Kempen gekomen, van het wetenschapscafé Kempen, die u ook nog iets wilden overhandigen. Leslie? Ik denk dat Lieve heel blij gaat zijn dat het uit de Kempen komt. Want dat is eigenlijk een beetje de plaats waar Bodymap het meeste voet aan de grond heeft. Dus dank u wel. Nog een dag.